leuke oefening. Huisjes zuiveren. En ik kan macht schutten. Dus ik geef ondersteunend vuur. Dat was goed snel verlopen. Toen hebben we extra eten en extra munitie gevonden. Daar zijn we elkaar nu mee aan het optoppen. Ik vind het een heel leuk deel van onze opleiding. Ik denk dat iedereen zo is. Als er een beetje enthousiasme in zit, dan ram je er gewoon flink doorheen. We hebben toch gekregen dat we het goed hebben gedaan, dus dat is altijd mooi om te horen. Macaroni carbonara. Althans, ze hebben dat kleurtje ervan gegeven, maar dat is ook het enige. Forst die gaat door. Heb natuurlijk in het begin veel last van zijn voeten gehad al voor de Phoenix. Die zijn afgetaped. Die gaat gewoon door, maar hij heeft het wel zwaar. Maar ik denk dat hij het wel doorzet. Vogel, die zit ook al in de stand-by modus af en toe. Die gaat ook gewoon door. En met Reewijk is eigenlijk precies hetzelfde. Die heeft even een zwak moment gehad, maar die gaat nu ook weer positief. 3 hours from sundown, Jeremy flies. Hoping to keep. We staan hier. Ja. Dat is het noorden. Ja. We moeten naar die grote weg toe zo. Ja. Zo moeten we helemaal lopen. Waar gaan we helemaal naartoe? Hier is de paal. Daar gaan we heen. Hier zo nu. We gaan naar de. And down to the cave. Ik wist dat ik een pijla zou krijgen, maar er valt al doorheen te lopen. Tot nu toe nog. Alleen Hensen. En ik weet niet of het dadelijk bij de uitmars een ander verhaal is. Tot nu toe is het gewoon doorstompen. Maar hieronder zit bijvoorbeeld gewoon een blaar. Ja. En dat laat dat tape blaar lekker zitten. Houdt de blaar tenminste een beetje bij elkaar. Dat heb ik aan de andere kant precies hetzelfde. Hier ook altijd. Dat is nogal gevoelig allemaal. Er is wel doorheen te lopen, alleen beginnetjes even een beetje moeten je poten zeg maar een beetje opwarmen. Maar daarna loop je er gewoon doorheen. Je rust weinig, je slaapt weinig. De crusaders zijn aardig zwaar. Dus iedereen gaat wel redelijk stuk, maar dat is ook de hele bedoeling denk ik, van de eindoefening. Jezelf even nog één keer bewijzen. Maar op zich lukt het wel prima, denk ik, met de groep. We zijn een maquette aan het maken van een ambush die we vanavond gaan leggen. Moeten we zeg maar heel de plattegrond gaan we op een maquette laten zien, zodat het duidelijk wordt voor de rest. Zodat ze een beetje een plaatje erbij krijgen hoe ze het aan gaan pakken. Kijk, als je voor jezelf gaat nadenken, als je de woensdag overleeft, dan weet je, oké, ik moet morgen nog. En dan is het nog een stukje peddelen, maar dat weten ze niet. Maar voor hun, ja, oké, die overleven ze ook nogal. En eigenlijk op donderdagnacht ga je al beginnen met eindmars. En dat weten ze gewoon. En dat is gewoon, oké, ik ga nou echt niet meer stoppen. Ik ga gewoon door. En dat zie je ook bij die koppies. En dat motiveert ze ook wel dat ze, ik ben nu al hier. Nou krijgen ze me niet meer klein. Jij bent dus de eerste regroep en jij hebt de killing area verkend. We hebben met een aantal zaken te maken. Sowieso gaan we niet hier liggen. Dat is namelijk een no-go. Het is heel simpel omdat dit stuk gebied
is privé-eigendom. Dus wij kunnen nooit daar invuren. Dat is even een oeverrestrictie. Dus dat is de reden dat we hier niet kunnen gaan liggen. We moeten aan deze kant van de MSR liggen. Nou, het moraal wat we doorkrijgen van het verkenningspeloton en intel is dat de vijand geïrriteerd is, geschrokken door de vele verliezen die we ze hebben toegebracht, maar ook behoorlijk op hun pik getrapt en dat ze wraak willen nemen. En daarom zijn ze waarschijnlijk zo druk bezig met de herbevoorrading over de MSR. Ik had nog een bondje aan, deze. Dus het was voor mij iets wel warm. Lekker zo'n bondje, of niet? Zo. Ideaal. Ik kan hem ook nog aan. Ja, wat te doen. Ik moet nu even een minuutje optoppen, alles even optoppen. Dat hoef ik morgen ook minder te doen. Dan, ja, ik hoor het nu net, mogen we tot 7:30 mogen we uitslapen. Het is nu 4:15. Knallen en schoten en je schiet wakker en daar moet je gelijk reageren, gelijk omhangen, in je shellscrape gaan liggen en gelijk vuur uitbrengen op de vijand als je ze ziet lopen. En zo langzaamaan ga je alles opruimen en op een gegeven moment gooi je slaapzak over je schouder in je crusader en je loopt door naar het FOV of naar het IRV, Emergency Rendezvous. Sommige mensen hadden wel verwacht en sommige mensen ook niet, maar het hou je altijd in de opleiding. Iedereen zit elkaar altijd spichtig te maken of er zeg maar iets gaat gebeuren s'nachts. Maar nou, het gebeurt dus en dan word je wakker en dan moet je gelijk goed reageren. En dat is soms nog best wel lastig.
Nu gaan we een eindmars doen, 25 kilometer. Maar weet ik toegeven dat mijn schouders ook wel redelijk op beginnen te raken. Het wordt wel zwaar, denk ik.